Het idee van een Vlaamse grondwet is de afgelopen week opnieuw op de politieke agenda gezet. Deze keer is het Vlaams minister-president Geert Bourgeois die het naar voren schuift. Tijdens de voorstelling van het nieuwe handboek Grondwettelijk Recht van de Leuvense professor Sotio. Het is ook het thema van dit debat. Welkom bij Actua TV. Dag, dames en heren. Ik praat met de Vlaamse volksvertegenwoordigers Matthias Diependalen van de N-VA, Wouter van Bezien van Groen en Tom van Grieken van Vlaams Belang, ook aan deze tafel. Willy de Wale, voormalig liberaal burgemeester van Lennik en ook voorzitter van het overlegcentrum van Vlaamse verenigingen. Heren, welkom in deze studio. Ja, Willy de Wale, ik voeg het eraan toe, dat overlegcentrum van Vlaamse verenigingen, omdat dat in 1999... 24.000 handtekeningen had verzameld voor een verzoekschrift dat is overhandigd aan toenmalig voorzitter van het Vlaams parlement, Norbert de Batselier van de SPA, met de vraag dat het Vlaams parlement een eigen Vlaamse grondwet zou uitvaardigen. Streefdatum 11 juli 2002, iemand die weet waarom? De 700ste verjaardag van de Gulensporenslag. Nu, die grondwet is er toen, ik had verwacht dat u dat ging weten, nu die grondwet is er niet gekomen. Nu dat het nu opnieuw op de agenda staat, doet u dat plezier, Willy de Wale? Absoluut. Als je ziet dat het beslissingsmechanisme in dit land compleet vergrendeld is, dat Vlaanderen demografische meerderheid een politieke minderheid geworden is door de grondwetswijziging van 70 en door deze van 2006, wat ik een staatsmisvorming noemt, zijn er nog een aantal voorrechten voor Franstalig ingeschreven die voor de Vlamingen onmogelijk maakt om een politiek te voeren voor Vlaanderen. Dus we hebben dringend nood binnen de Vlaamse gemeenschappen een eigen structuur. Ja, u gaat natuurlijk al een stap verder. U zegt een eigen structuur, want binnen de structuur die er vandaag bestaat, gaat de Vlaamse grondwet niks veranderen aan de dingen die u opzomt. Alles hangt af hoe u het interpreteert. Federaal kan het inderdaad niet. Maar binnen de het Vlaams parlement liever bestaat de mogelijkheid, de snelle doctrine, om de Vlaamse staat onafhankelijk te verklaren en een eigen grondwet te kunnen opstellen. Ja, u heeft in uw lange politieke loopbaan natuurlijk al heel wat pogingen tot zo'n Vlaamse grondwet zien passeren. De zogeheten schrikkelnota uit 96 van Luc van den Branden, het Vlaams handvest van Norbert de Batselier, het Vlaams handvest van de vorige regering Peters. Gelooft u er nog in? In dat soort zaken, nee. Dat noem ik een rustinneke plakker op een leeglopende band. Binnen het Belgische systeem, dat compleet vergrendeld is, kan Vlaanderen niet meer functioneren zoals het hoort. Ook niet financieel. De transfers bedragen momenteel 12 miljard. En terwijl Vlaanderen verarmt en moet inleveren op de eigen begroting, 755 miljoen. Ja. Dat is onmogelijk te verantwoorden naar uw eigen Vlaamse bevolking toe. Maar goed, ik zou het vandaag wel vooral willen hebben over het idee van die Vlaamse grondwet, niet zozeer over transfers. Nu, Geert Bourgeois heeft zijn idee naar voren gebracht tijdens de voorstelling van het nieuw boek Grondwettelijk Recht van de Leuvense professor Sotio. En tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement vorige woensdag heeft hij herhaald wat hij daar heeft gezegd. Ik zou het heel mooi vinden dat we zo'n verbindende constitutie tot stand kunnen brengen in Vlaanderen, dat dit tot de cultuur van de mensen gaat behoren, dat jonge mensen die afstuderen ook doordrongen zijn van die waarden die ons verbinden, die het fundament van die democratische rechtsstaat vormen, dat we daar met z'n allen aan bij kunnen dragen. Ja, Matthias Diependalen, is dat ook voor u de belangrijkste functie van zo'n grondwet, de weergave van waarden die ons verbinden? Ja, inderdaad. Ik denk dat een grondwet kan een element zijn om een volk te verbinden. Ik denk dat een volk heeft nood aan elementen, symbolen, rituelen om zich samen te kunnen gooien. Bijvoorbeeld ook een zeer sterk instrument om nieuwkomers te verwelkomen in een groep als zij zich achter die tekst zetten. En ik ben het volledig eens met meneer De Wale als hij zegt dat de Belgische grondwet doet dat niet meer, al lang niet meer. Nu, daar was in de eerste plaats ook niks om te verbinden. En als je die grondwet nu leest, je moet dat een keer doen, dat is zeer interessant. Ik denk als je die een keer laat lezen door iemand die België helemaal niet kent, dat die gaat denken dat dat een heel mooi staakt het vuren akkoord is tussen twee gemeenschappen. Want dat is het ook. Hè. Het is echt een tekst die vol grendels zit, waarbij dat de ene democratie de andere kan het zwijgen opleggen. Als je dat vergelijkt, dus een vergelijking loopt altijd mank, maar met een huwelijk.
Voor ons is een grondwet, zoals wij die bedoelen, zoals Geert Bourgeois dat heeft voorgesteld, is dat van kijk, wij zien elkaar graag, dus wij gaan dat op papier zetten waar wij naartoe willen met ons gezin, met onze groep, met onze ploeg, waar wij naartoe willen. Ja, maar de Belgische grondwet, als ik even mag, die zegt eigenlijk van jullie moeten elkaar graag zien. En als je een keer ruzie hebt s'avonds over wat je naar tv kijkt, dan is daar een alarmbel en dan ga je 3 maanden geen televisie meer kijken. Die Belgische grondwet, dat is geen grondwet, dat is geen verbindend instrument. Dat is een instrument dat alleen maar toont hoe verdeeld we zijn. Maar als u zegt dat willen we niet met die Vlaamse grondwet. Het moet verbinden, het moet waarden uitdragen. Over welke waarden zou dat dan kunnen gaan? Ik ga dan direct, meneer Van Bezien zal daar wel op reageren, maar ik was bijzonder verbaasd door de reactie van de zichzelf verklaarde progressieve partijen. Want eigenlijk dacht ik, had ik in een progressieve partij gezeten, ja, ik zit in een zekere zin in een progressieve partij, maar de manier waarop dat u... U opent een heel ander debat, dat beseft u toch. Absoluut. Maar had ik in een progressieve partij zoals u dat ziet gezien, dan zou ik gezegd hebben van die grondwet, natuurlijk, dat is de kans om een keer nieuwe waarden en normen te gaan bekijken. Antwoord mijn vraag is, welke waarden zou... Bijvoorbeeld, als je kijkt, een grondwet moet eigenlijk tijdsgrensoverschrijdend zijn. Maar dat betekent niet dat normen en waarden onderhevig zijn aan evolutie. Als we kijken naar de laatste decennia, ik spreek van 30, 40, 50 jaar, welke nieuwe waarden rond homoseksualiteit, rond abortus, rond euthanasie? En meneer Van Bezien, waarom niet het recht op een proper leefmilieu? Waarom zou dat geen mensenrecht kunnen zijn? Los van de vraag of dat ik echt vind dat dat erin moet. Maar dat was toch een mooi debat. Dat is een goede vraag. Dat was toch een mooi debat geweest. Ja. Maar wat zegt alles wat progressief is? Ik zal zelf zeggen wat ik denk. Wouter van Bezien, inderdaad. Ik heb het ook niet gezegd. Want net zoals Matthias Diependalen was u aanwezig bij de voorstelling van het boek van professor Sotio. Wat is u bijgebleven? Wel, het is mij bijgebleven dat professor Sotio, voor alle duidelijkheid, dus ik heb het nu niet over de bijdrage van Geert Bourgeois, maar de bijdrage van de professor zelf, terecht zei, een grondwet kan een instrument zijn voor een betere democratie in Vlaanderen. En dat is ook de termen waarin ik het debat wil voeren, want dat vind ik inderdaad bijzonder interessant. Ik denk dat er aan onze democratie in Vlaanderen, wat de rechten zijn van de inwoners, hoe de overheid zich verhoudt tot de burgers, hoe de burgers mee kunnen eigenlijk impact hebben op de beleidsvoering, dat daar nog van alles aan schort, dat nog veel, veel beter kan. En dus in dat kader heb ik ook, ten andere ook in het parlement gezegd, dat ik opensta voor dat debat. Hè? Want meneer Diependalen zegt nu dat ik dat zou verworpen hebben. Dat ik zou gezegd hebben, we moeten niet spreken over de grondwet. Ik heb gezegd, ik wil dat debat wel aangaan. Is het de prioriteit, is het op dit moment het belangrijkste politieke thema, de belangrijkste maatschappelijke nood in Vlaanderen? Dan is mijn antwoord nee. Hè? Ik denk dat als het gaat over de wachtlijsten in de zorg, dat wel een dringender probleem is. Als het gaat over de files en de luchtuitstoot en of de luchtverontreiniging, ik denk dat wel een belangrijker en een dringender probleem is als het gaat over het feit dat we onze innovatiekracht in Vlaanderen dreigen te verliezen. Allemaal dringendere problemen, maar dat neemt niet weg. Het is niet omdat het niet het belangrijkste is of niet het dringendste is, dat het niet interessant is en dat het niet zijn eigen belang heeft. En dus ik sta zeker open voor dat debat, maar wel in de termen van hoe kan een grondwet, een Vlaamse grondwet, ervoor zorgen dat de democratie in Vlaanderen verbetert. En dat is een heel ander debat dan hoe kunnen we met de Vlaamse grondwet van België afgeraken? Want u hebt mij hier in het debat gezet met drie Vlaamse socialisten, geen probleem daarmee. Maar ik hoor meneer Diependalen zeggen, we hebben een Vlaamse grondwet nodig, want de Belgische is slecht, dus die Belgische mag weg. Dat is mijn standpunt niet. Ik ga uit van een modern, meerlagig bestuur, waarin Vlaanderen een belangrijke regio is, met veel bevoegdheden. En dus is het goed om daar te definiëren, wat zijn de grondbeginselen, hoe organiseren we onze democratie, wat zijn de rechten die mensen in Vlaanderen hebben. Dus ik ben daarvoor, maar niet als Vlaams socialistisch project. Uw partijlid via Belga weten dat in een Vlaamse grondwet het samenwerkingsfederalisme moet worden verankerd. Is het dat wat u bedoelt? Onder meer, dus ik vind het logisch dat als je een grondwet maakt in Vlaanderen, dat je daar ook inzet, naast andere dingen uiteraard, maar dat je daar ook inzet. Wij zijn een loyale partner binnen een Belgisch en Europees federalisme. Dat is mijn visie op bestuur en op staatsvorming. Ja, Tom van Grieken, ik ga ervan uit dat uw partij ook wel gewonnen is voor een grondwet, maar dat u niet meteen denkt aan samenwerkingsfederalisme. Nee, het verbaast me ook iedere keer als de Groenen over het constitutioneel of het communautaire aanbod komen, dat ze eigenlijk
gezien een Europese context, de meest vreemde eenden in de bijt zijn. De meest progressieve zijn oer-conservatieven als het over staatshervorming gaat. In andere landen, in Schotland, in Catalonië, zijn het de groenen die mee aan de kar trekken voor meer autonomie. Want die zien dat moment als een wit blad. Hoe gaan we nu die samenleving vormgeven in die nieuwe staatsstructuur? Alleen in België zijn, de groenen in heel Europa de meest conservatieve en staatsstructuur. Ja, meneer Vagreken, ik kan alleen maar vaststellen dat de groenen hebben meegewerkt aan het Sint-Michielsakkoord in 1992 en ook aan de vorige staatshervorming. Dat is 20 jaar geleden. Ja. Dat is al even. En twee... Het is de vorige staatsvervorming. Ja, en niet te vergeten... Ze hebben zich laten maken. Wij geloven niet in de staatshervorming. Nee, oké, maar goed. We geloven in staatsvorming. Fundamenteel verschil. U gelooft in de Vlaamse grondwet. Zo moet dit dienen voor u, volgens u? Volgens mij moet je bepaalde dingen kunnen definiëren. En ik denk dat dat ook wel dingen is waar... Geert Bourgeois de neus wat voorop haalt, toch definiëren wat Vlaanderen, wat Vlamingen zijn, dat er in Vlaanderen toch Nederlands gesproken wordt. Waarom zou hij daarvoor zijn neus ophalen? Ja, hij vond dat allemaal niet nodig. Hij zei in het parlement, we moeten nu naar ons bind voor de toekomst. Het hoeft daar niet toe beperkt. Ik heb je ook laten uitspreken. Het hoeft daar niet toe beperkt. Twee, en als er waarden enorm moeten ingeschreven worden, ja, waarom niet? Laten we maar eens definiëren dat Vlaanderen, gezien zijn geschiedenis en zijn toekomst ook volgens mij een land zal zijn met christelijke, humanistische waarden waar niet aan getornd wordt. Gelijkwaardigheid van man en vrouw, laten we dat er ook maar eens durven inzetten. Maar misschien ook belangrijker is durven. Ja, maar dat staat onder druk. Onze grootsteden staat onder druk. En niemand drie, dat in en drie, de stelling drie, in de Belgische grondwet staat in het Europees verdrag. Misschien moet je niet zo gepikeerd zijn, ik heb maar drie woorden gezegd. En drie, wat volgens mij er ook in ontbreekt, ik denk dat daar echt een belangrijk facet in die grondwet moet staan over hoe onze democratie er zal uitzien. Hoe dat referenda dat in die grondwet zit, bindende referenda, hoe we dat organiseren. Ik denk dat daar ook nood is. Hoe verkiezen wij die minister-president? Hoe verkiezen wij dat parlement? Ik denk dat je echt daar naartoe moet. Zelf hebben wij begin september 2015 een proeven van Vlaamse grondwet neergelegd. En ik kijk uit naar de inbreng van de andere... Ja, maar meneer Van Grieken, in het... vluchtelingendebat bijvoorbeeld, hoor ik uw partij onder meer soms het hebben over Europese waarden die we allemaal delen. Nu zijn het plots Vlaamse waarden. Ja, wat is het nu eigenlijk? Ja, maar je hebt uiteraard Vlaamse waarden en je hebt Europese waarden. En die zijn ingebed in Europese waarden en normen. Alleen we gaan toch het verlichtingsdenken waar onze democratie is, onze westerse waarden en normen, dat wij er een onderdeel van uitmaken. Natuurlijk. En dat voor veel dingen overlapt. Natuurlijk. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je eigen Vlaamse normen en waarden moet kunnen durven definiëren. Geef eens een voorbeeld van zo'n eigen Vlaamse norm. Ik vind bijvoorbeeld dingen zoals... Dat is niet iets typisch Vlaams, maar het gaat hier niet, we gaan niet in de Vlaamse grondwet zetten dat stoofvlees bij frieten, nationaal gerecht is natuurlijk niet. Maar dingen zoals gelijkwaardigheid van... Ja, er zijn geweldige dingen op Twitter trouwens erover. Maar dingen die misschien wel gedeeld zijn, maar die ik durf definiëren... Bijvoorbeeld gelijkwaardigheid van man en vrouw. Bijvoorbeeld absolute vrijheid van meningsuiting. Ik mag ervan uitgaan dat een Franstalige evengoed man en vrouw gelijkwaardig als voor mij een breekpunt zou zijn, zou absolute vrijheid van meningsuiting. Dat er op... gedachten en meningen, dat daar geen... Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens laat al toe dat ik mijn job kan doen als journalist. De Belgische grondwet trouwens, de Belgische grondwet is gewijzigd om mijn partij ooit te veroordelen. Hè. Dus zo'n dingen zouden absoluut niet moeten kunnen in een Vlaamse grondwet. De moderator begeeft zich natuurlijk wel op glad ijs. Want de laatste maanden merken we in het hele politieke debat het weg met ons. De Vlaming is toch niks bijzonders? Ik stel vragen, meneer Diependalen. De Vlaming is ook maar iemand... Wij zijn toch niet speciaal? Maar ik kan u zeggen dat als je de laatste 20, 30 jaar bekijkt, dat wij in Vlaanderen, België of binnen de Belgische context als voortrekker wel stappen gezet hebben waar men in andere landen nu maar aan toe is. Het debat over het homohuwelijk is nog niet in elk Europees land gevormd. Zelfs in Frankrijk nog de laatste maanden, maar hot topic. Dat zijn zaken, euthanasie. Het recht om zelf te beschikken over... Maar geeft u geen voorbeelden die in de federale kamer zijn besproken? Niet noodzakelijk, maar dat kan ook. Maar dan, die grondwet zal niet alleen een catalogus zijn van mensenrechten. Eerst en vooral daar denk ik dat ik bewezen heb dat we inderdaad op sommige punten voortrekkers zijn. Dat kan erin. Maar het zal ook constitutief zijn. En dat is iets anders dan constitutioneel. Het is constitutief. Wat meneer Van Grieken zegt van... Hoe verkiezen wij onze minister-president? Hoe gaan wij onze democratie organiseren? U heeft het over volksraadpleging. Daar verschillen we wel op heel wat zaken van de Franstaligen in België. Dus laat ons dat ook onderdeel maken van die grondwet. Het gaat niet alleen over een catalogus van mensenrechten. Want trouwens, om het hier nog een keer te zeggen, hè, men heeft bij de onderhandeling van de Europese grondwet heeft een gigantische discussie gevoerd over de vraag, moet je het EVRM,
de grondrechten die daar opgezomd staan, al dan niet opnemen in dat toenmalig grondwettelijk verdrag, wat later het verdrag van Lissabon geworden is. Men heeft dat gedaan. Waarom? Als symbolische blijk van, wij maken ons dat eigen. Wij staan daarachter als Europese Unie. Ik denk dat dat een symbolische meerwaarde is. Laten we daar niet zo meewarig over doen. Dat heeft wel degelijk betekenis. Oké. Nu, Geert Bourgeois vraagt de federale Kamerleden om de Belgische grondwet tegen 2019 voor herziening vatbaar te verklaren. Waardoor het mogelijk is om tijdens de volgende legislatuur een grondwet te schrijven. Is dat niet meteen de zwakke plek van het voorstel, Willy de Valen? Uiteraard. Want de MR-liberalen, zoals u, hebben de afgelopen week gewezen op het regeerakkoord. Om dat te doen, moet je een verklaring tot grondwetsherziening in de Kamer laten goedkeuren. Ik zie het nooit gebeuren dat de Franstaligen gaan instemmen met dat soort instrument. Trouwens, het debat over de grondwet, collega's, voert ons tot de essentie van het zijn. Een grondwet is voor mij de ordening van het staatsverband en de rechten en plichten van de burgers. Niet de voorrechten inschrijven van de burgers. Dat is wat momenteel totaal verkeerd loopt. Die van 1831 was een model daarvan. Men heeft duidelijk de zaak georganiseerd, de rechten, de plichten, organisatie en de herziening, 2/3 meerderheid. Die is gesneuveld in 70. Toen heeft men dan aan de Franstaligen een blokkering gegeven. Ik geef u één voorbeeld, alarmbellen en belangenconflict. BHV is in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken democratisch gestemd geweest, in illo tempore. Heeft 2,5 jaar in de koelkast gelegen dat de Franstaligen het tegengehouden hebben. Ja. Dat kan geen grondwettelijk systeem zijn. Als jij de belangen van één natie, lijkt meneer Diepma dat zegt, aan een andere ongeschikt maakt. En meneer Van Bezien, uw samenlijk federalisme, dat is een illusie, dat bestaat hier niet. Het is een concurrentiefederalisme geworden, een consumptiefederalisme geworden. Dat is in het land gebeurd. Men kan dat land gewoon weg niet meer besturen. Vandaag de dag, de begrotingsdiscussie rijdt zich compleet vast op belangen die tegenstrijdig zijn in Vlaanderen en in Wallonië. Ja, ik wil terugkeren naar de manier van werken, hè. Die grondwet voor herziening vatbaar verklaren. Ja, u zegt, u wijst erop dat Franstaligen misschien niet zouden mee willen. Uw partij, Wouter van Bezien, heeft in het verleden wel communautaire akkoorden gesloten vanuit de oppositie, onder meer het laatste. Ja, ik heb gisteravond eens de rekensom gemaakt. Als u met uw fractie meedoet, met de huidige meerderheid, ja, dan zijn we er. Om die grondwet open te verklaren, bedoelt u? Ja, kijk, ik heb in principe geen enkel probleem om een grondwet open te verklaren. Hè. Maar ten gronde, de vraag is, wat doen we er dan mee? Ik denk dat als het gaat over communautair debat, als het gaat over moeten we opnieuw een staatshervorming doen, moeten er opnieuw bevoegdheden van België naar Vlaanderen gaan enzovoort. Na de verkiezingen van 2019, wij zijn geen kandidaat om daaraan mee te werken. Dus er is een staatshervorming geweest, er is een cadans in de Belgische geschiedenis van een jaar of 10 dat een staatshervorming zich nodig heeft om te zetten en te volle tot bloei te komen. Ik wil u er even op wijzen, hè. Meneer Diependalen is fractieleider van een meerderheidsfractie. Er zijn door de zesde staatshervorming heel wat bevoegdheden naar Vlaanderen gekomen, hè. Niet in het minst bijvoorbeeld de kinderbijslag. Wat is daarmee gebeurd tot nu toe, vraagt u zich misschien af, ik zal u het antwoord geven, niks. Hè. Er is behoorlijk wat fiscale autonomie, voor N-VA veel te weinig, maar er is behoorlijk wat fiscale autonomie naar Vlaanderen gekomen. Wat is daarmee gebeurd? Nog niks. Hè. Dus in die zin denk ik, er zijn nieuwe bevoegdheden. Er is, Vlaanderen heeft nu een enorm budget, 40 miljard euro per jaar te spenderen. Ik denk dat er daar nog heel wat werk voor is. Als het gaat over de Vlaamse grondwet, zeg ik opnieuw van, ik vind dat wel interessant om te doen. Je gaat inderdaad een stuk hernemen van mensenrechten en andere rechten die al geformuleerd zijn op Belgisch niveau, op Europees niveau. Maar dat is niet erg. Dat is een engagement ook als regio dat je die dingen ook belangrijk vindt en mee wilt waarmaken. Tegelijkertijd, al gezegd door de collega's, het gaat over meer democratie. Bijvoorbeeld de volksraadpleging. Hier wordt gezegd, want daar zitten we met een groot probleem, want de Franstaligen en in België lukt dat niet. Ik zeg u, in Wallonië heeft men al heeft men al beslist om die gewestelijke volksraadpleging te introduceren. Hier in Vlaanderen staan we nergens. Ik heb een voorstel gedaan, maar de minister-president heeft al gezegd dat hij niet akkoord is om een gewestelijke volksraadpleging in te voeren in Vlaanderen. Ik wil het over die volksraadplegingen zo meteen hebben, maar ik hoorde u daarnet zeggen van, kijk, u heeft het ook herhaald, ik ben bereid om aan het debat deel te nemen. Maar goed, stel u voor, we gaan u de komende jaren debatteren.
2019 nadert. En dan, wat gaan we dan doen met het resultaat van dat debat? Ja, maar ik hoop dat er iets toe komt. Dus we kunnen niet voorspellen of dat we tot een gemeenschappelijk punt komen of niet. Wat ik wel belangrijk vind, als het gaat ook over een Vlaamse grondwet, dat is dat dat samen met de burgers en met de Vlaming wordt opgebouwd. Dus het gaat er niet alleen om van zorgen dat we in Vlaanderen kunnen gewestelijke volksraadplegingen doen. Dat kan al. Dat is de zesde staatshervorming voor gezorgd dat dat zou kunnen, als Vlaanderen dat organiseert. Maar de vraag is ook, wat komt er in die grondwet, in die Vlaamse grondwet? En dan vind ik, was ook een oproep van Sotio, doe dat tezamen met de Vlamingen. Zorg dat daar een maatschappelijk debat rond is. En dat wil ik wel doen. Ja, Matthias, eerst en vooral kinderbijslag, groot gelijk. We zijn in blijde verwachting van de voorstellen van de minister Van Deurzen. Ten tweede, u zegt fiscale autonomie, niks mee gedaan. Ik kan gerust aannemen dat we zeggen dat we nog meer kunnen meedoen. Daar ben ik het mee eens. Maar we hebben toch maar die vergroening van de BIV gedaan. We hebben toch maar de vergroening van de verkeersfiscaliteit gedaan. Dus voor u is dat blijkbaar... Ik heb het over de personenbelasting. Nee, van mijn zin. Ik heb het over de personenbelasting. Voor u is dat blijkbaar allemaal niet zo belangrijk. Ah ja, dat is het enige deel van de fiscale autonomie. Nee, maar ook die verkeersbelasting. Wat er overgekomen is en dat maar is hetgeen wat u gevraagd heeft. Van Bezin, als ik even uw ballon mag doorprikken, want dit is bijzonder hypocriet natuurlijk. U zit hier te pleiten voor volkspraatplegen op gewestelijk niveau. Ik geef grif toe, wij zijn als partij, zijn er een coole minnaar van. Wij denken dan representatieve democratie, dat je daar dat debat kent, u, of ons standpunt. Maar een maand geleden, ergens in februari, doet Siegfried Brakke op de gemeenteraad van Gent het voorstel aan de meerderheid van VLD, SPA en Groen, drie partijen die voor volksraadpleging zijn, doet hij het aanbod van organiseren een volksraadpleging over het mobiliteitsplan in Gent. En wat zeggen die drie partijen, ook Groen, die eigenlijk voor volksraadplegingen zijn? Nee, hier in Gent gaan we dat niet doen, hè, jongens. Allee, dat zal niet waar zijn. Want hier zou het ons wel een keer, die inspraak van de burger, zou ons hier wel een keer slecht kunnen uitkomen. Ja, maar nogmaals, dat is de laagste vorm van politiek. Meneer Diependalen, ik wil terugkeren naar mijn initiële vraag. Mag je daar straks op reageren? Straks mag je daarop reageren. We gaan het straks ook over de volksraadpleging nog hebben. Maar ik wil terugkeren naar de initiële vraag. De manier waarop Geert Bourgeois het nu wil aanpakken, namelijk de grondwet voor herziening vatbaar verklaren. Uw partij heeft er natuurlijk wel mee ingestemd bij de formatie van de huidige regeringen om de communautaire agenda in de koelkast te stoppen. Klopt. Door dit nu opnieuw op de agenda te plaatsen en het eigenlijk ook een beetje door te schuiven naar 2019, is dat om de achterban een beetje te sussen? Oh, nee, helemaal niet. 200% zeker. We hebben nog een achterban om te sussen, maar helemaal niet. Dat is helemaal niet geweest. Het ding is, waarom kan een partij niet vooruitdenken? Waarom zouden wij niet mogen bezig zijn met de toekomst? We krijgen voortdurend het verwijt van, je hebt visie nodig. Je moet weten waar je naartoe wil. Overstijg die waan van de dag. Ja. Dat is het voorstel van Geert Bourgeois. En hij heeft daar zelf inderdaad de bedenking bij gemaakt dat we op dit moment, de bedoeling die hij heeft, is een echte grondwet, een echte constitutie. Geen resolutie, geen handvaste vatten ook, maar zo'n echte constitutie, daar zijn we op dit moment niet voor bevoegd. En daar hebben we die herziening voor nodig. Maar hoe gaat u dat dan doen in 2019? Want dan heeft u natuurlijk wel meer volk nodig dan een kwart van de Franstalige stemmen die u vandaag heeft. Dat klopt. Dan wordt het kiezen, hè, met de PS om dat dan te realiseren, of zonder de PS, om het sociaal-economisch beleid van vandaag verder te zetten. Welke keuze zou u maken? Inderdaad, maar ik denk dat dat iets is dat op dat moment zal moeten besproken worden. Maar welke keuze zou u maken? Dus ik ga hier aan tafel nu geen voorafnames doen op een regeringsvorming in 2019. Zeg niet goed, Het zal natuurlijk wel het ene. Ja, maar het zal wel het ene of het andere zijn natuurlijk. Maar we zullen zien wat dat de samenstelling op dat moment is, wat dat de verhoudingen op dat moment zijn. En dan gaan we daarover spreken. Meneer Van Grieken, ik stel voor dat als u dan inderdaad de kracht en de macht hebt om dat te doen, dan ben ik ervan overtuigd dat u de juiste keuze zal maken. Wij zullen zelf voor ons uitmaken. Ik ga meneer Van Grieken laten reageren, want die heeft dan een poosje niks meer kunnen zeggen. Meneer Van Grieken, moment, ik ga u ook een vraag stellen natuurlijk. Ik zal u een antwoord geven. Graag, dat is de bedoeling van een gesprek. Hè. U gelooft niet in die aanpassing van die Belgische grondwet. U zegt dat ook luidop. Wij geloven dat dit een voorbereiding moet zijn van een onafhankelijk Vlaanderen. Maar op welke weg moet u dat dan, realiseren? U moet beseffen wat meneer Diependalen en ik zeg zo, meneer Bourgeois doet, is eigenlijk een ballonnetje. Ik ga nooit geloven dat 40 dagen voor de verkiezingen dat de meer politieke zelfmoord gaat plegen voor te zeggen, kijk, we gaan artikel 195 herzien en we gaan de grondwet herzien aan de verkiezingen. Dat is politieke zelfmoord. Dus het is mooi, praat voor uw Vlaamse snelle achterban. Om de zoveel maanden komt er wel eens een N-VA prominent te zeggen goed, dat ze onafhankelijkheid willen. Hoe zou je het zelf doen? Wat zouden we doen zoals de Franstaligen.
die hebben wel een paar keer buiten de grondwet getreden. Dat zijn geen legalisten zoals Geert Bourgeois, die zo'n beetje de concierge is van het Vlaanderen nu, vooral binnen de lijntjes blijven kleuren. De Confederation Wallo-Brux, ja, dat is ook niet volgens het conform de grondwet gebeurd. Is dat een naamsverandering? Ja, maar dat mag helemaal niet, want dat gaan ze ook buiten de grondwet. Vlaamse Raad, Vlaams Parlement, zij durven dat wel. En ik denk persoonlijk, eens die bal aan het rollen is, en die bal is aan het rollen in het land sinds 1830, waarin twee volkeren, die twee landen, uit elkaar gaan groeien. Dat kun je niet meer tegenhouden. En ik denk dat je nu gewoon echt werk moet van maken, dat je gewoon moet stemmen in Vlaanderen, het enige voor mij legitieme parlement, moet stemmen in het Vlaams parlement. En dat je moet zeggen, kijk, dat is hier gestemd, en als het zover is, dan wordt dit onze grondwet. Ik denk dat je niet moet wachten op de Franstalen, je moet niet wachten op België. Ja, maar, okay, voor het maar, eerst... Stel eens voor... Ja. Op moment. Laten we die stemmen voor, die meerderheid in het Vlaams parlement. Meneer Van Grieken, stel dat u dat dan doet. Hoe moet die Vlaamse grondwet zich dan verhouden tot de Belgische grondwet? Hoe moet die Vlaamse grondwet zich verhouden tot het EVRM? Hoe ziet u dat? Ik vind dat debat nu eens echt in het plenaire zou gevoerd moeten worden. Laat dus mijn voorstel komen, laten we een commissie bespreken. Zo'n afspraak moet je wel maken met Franstaligen natuurlijk. Want zij zijn wel gebonden aan die Belgische grondwet. U hebt twee manieren om te denken in de Belgische... Oftewel denk je binnen het Belgisch systeem, oftewel denk je daarbuiten. En ik denk binnen het Vlaams systeem. Binnen het Vlaams parlement zouden we moeten werken aan een tekst dat een Vlaamse grondwet kan zijn. We stemmen dat met een gewone meerderheid. En die hebben we dan. Op welke juridische waarde het heeft... Hoe moet hij zich verhouden tot andere verdragen, andere grondwetten, de Belgische grondwet, het EVRM? Ja, ik denk dat je de Belgische grondwet moet vergeten daaromtrent, maar wel andere, het EVRM en zo. Ik denk wel dat je daar een uiteraard moet erkennen en ermee moet... Dat is de vraag zorgen. Ook niet. Hè? De vraag is, hoe haal je die meerderheid? Want ik hoor die opmerking zoveel en nog nooit heeft iemand van het Vlaams Belang mij kunnen uitleggen van hoe ga je... Want als je die meerderheid wil in het parlement, dan moet je die natuurlijk ook bij de bevolking hebben. Ja. En ik wil zeggen, maar hoe haal je die meerderheid? Jullie zitten wel aan de knoppen. Wat was jullie campagne weer zoveel jaar geleden? 30% is mooi, maar het is nog geen 50%. Uitrit Vlaanderen, exit crisis. Nu zitten jullie aan het stuur en je hebt al een paar afritten gemist. Je staat nog steeds in de file van het Belgisch systeem. Je hebt voor het eerst in de geschiedenis een Flamingant als minister-president en die toont geen daadkracht, die neemt geen initiatief. Ik heb de strategie van het Vlaams Belang nog tot weinig resultaat zien leiden. Moment. We komen op tijdens stilstand. Voor het eerst een Vlaamse nationale partij die alles stil ligt. We zijn aan het einde gekomen van het eerste gedeelte. Beste kijker, ik zie u graag terug na de onderbreking. Welkom opnieuw, beste kijker, op dit debat over of naar aanleiding van het voorstel van minister-president Geert Bourgeois om een Vlaamse grondwet in het leven te roepen. Aan tafel nog altijd Matthias Diependalen van de N-VA, Wouter van Bezien van Groen, Tom van Grieken van Vlaams Belang en Willy de Waele, de voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Nu, om uit te maken wat in zo'n Vlaamse grondwet moet staan, het is al een paar keer gezegd aan deze tafel, ja, stelt u onder meer een debat met de burgers voor. Nu, de minister-president lijkt u wel te willen volgen. We gaan even luisteren naar wat hij daarover heeft gezegd. En dus, ik ben het ermee eens, dat is iets niet wat je decreteert, wat alleen maar gemaakt wordt door enkele mensen, zoals met de Belgische grondwet toen een aantal mensen zich terugtrokken op Drie Fonteinen in Vilvoorde. Maar dat mag het gevolg zijn en moet, wat mij betreft, het gevolg zijn van een breed debat. Dat is wat de minister-president erover zegt. Bent u nu gesterkt door zijn woorden? Bent u nu er gerust in dat het tot een debat zal komen, ook met de burgers? Maar het uitgangspunt vind ik goed. Nu, op de boekvoorstelling kreeg hij het IJslands voorbeeld geserveerd. En dat in IJsland heeft men eigenlijk met een burgerpanel en met experts tezamen gezocht naar wat kan hier de grondwet zijn. En is er daarna een volksraadpleging over gebeurd. En dat is eigenlijk een heel interessant proces, als je dat op die manier zou doen. Dat is wel waar. Nee, het spijt me, het is omgekeerd. Men heeft een panel van 940 mensen, heeft me laten overlopen. Wat zijn nu de thema's die wij belangrijk vinden, die daar zouden in moeten komen? Men heeft er vertrokken vanuit een publiek debat. Ja. Het is dus niet vertrokken vanuit het parlement of zo. Men is in een ik heb gezegd een burger. Excuus, dan heb ik u verkeerd begrepen. Dus met burgers... experts en daarna is dat voorgelegd aan de bevolking via een volksraadpleging. Daarop heeft Bourgeois gezegd bij de boekvoorstelling, vinden we geen goed idee, gaat veel te ver. Die heeft zelfs letterlijk gezegd, burgers die hebben enkel hun eigen belang in hun achterhoofd, het zijn de politici die het algemeen belang moeten doen gelden. Dus in die zin, de uitgangspunt en hetgeen zoals hij het hier nu verwoordt, daar ben ik het helemaal mee eens.
Ben ik gerustgesteld over hoe dat er in de praktijk zal uitzien? Ja, nog niet helemaal. Maar goed, ik vind sowieso dat het niet aan de minister-president is om dit debat op gang te trekken. Dat het logischer zou zijn dat dat het parlement is, dat dat de parlementsvoorzitter is. En dat we eigenlijk het debat starten. Wat moet daar nu in staan? Welke rechten willen wij onze bevolking gunnen? Is dat ook het recht op zorg bijvoorbeeld? Zorgen we, geven we hen dan de garantie dat er geen wachtlijsten meer zullen zijn in de zorg? Dat soort dingen, dat moeten we breed doen met de bevolking, met het parlement, maar niet met de minister-president op kop. Eerst en vooral, ik weet niet of dat moedwillig is, maar het is inderdaad zo dat het IJslands voorbeeld is er aangehaald door professor Sotio. Die heeft er ook wel bij verteld dat het uiteindelijk gestrand is. Hè. Het is niet gelukt om het door te voeren. Politiek, hè? Ja, door de politiek, inderdaad, hè? Inderdaad, ja, nee. Er is daar... Maar dus de burgers waren akkoord. Ja. Er is een volksraadpleging geweest, daar was ja. En dan heeft de politiek gezegd, we gaan het toch niet doen. Maar goed. Uitvoerbaarheid. Ja. Dus, allee, daar is wat ook, er niks met uitvoerbaarheid te maken. Je moet de twee... Ja, maar ja, natuurlijk wel. Een grondwet moet garanderen. Maar je moet de twee natuurlijk samen laten spelen. Want ik ben het eens, je moet daar een publiek debat over aangaan. Daar ben ik het volledig mee eens. En daarom ook, het handvest is absoluut onvoldoende. Het is het resultaat van de regering. Komt. Dat is wat was van toenmalige meerderheid, inderdaad, een toevallige meerderheid eigenlijk. En een grondwet moet veel meer zijn, dat veel ambitieuzer zijn. Het is nooit in het parlement geraakt. Nee, inderdaad. Het is nooit gestemd. Inderdaad, zo. Maar het moet dus veel meer zijn dan dat. Daar ben ik het volledig mee eens. En ik denk dat de academici daar ook een zeer belangrijke rol moeten inspelen. Maar ik denk dat dat publiek debat er zeker moet zijn. Er is natuurlijk een verschil tussen een publiek debat en een echte volksraadpleging. Maar goed, er zijn mogelijkheden. Allee, ik begrijp dat u ervoor open staat, wij even goed. Dus daar heb ik heb inderdaad afgelopen week ook in een krantenartikel gelezen dat professor Sotio zegt van kijk, het initiatief moet van het parlement komen. De burgers moeten betrokken zijn. Nu, in datzelfde artikel zegt de professor, ik vind dat Vlaanderen zijn bevoegdheid om referenda over gevestmateries te organiseren ten volle moet benutten. Klopt. Bent u het daarmee eens? Nee, we zijn het er niet helemaal mee eens. Het is niet omdat... Want je hebt gezegd van ja, we hebben het boek selectief gelezen, maar bij ons is het zo dat als we een boek lezen, geloven we daar nog niet alles van. Ja, maar goed, antwoord is op de vraag, bent u het mee eens? Nee, zeg ik, ik ben het daar niet mee eens. En waarom? Wij denken inderdaad... Je moet natuurlijk een publiek debat voeren. Je kan met de burgers in overleg treden, daar wel. Maar wij zijn er nog altijd van overtuigd dat de uiteindelijke beslissing, de knoop doorhakken, dat dat gebeurt in uw democratie, door een representatieve democratie, door uw parlement, door uw volksvertegenwoordigers. En die kunnen natuurlijk weggestemd worden op het einde van de rit. Hè. Dat maar het is nu zo dat het voorstel is neergelegd hebt en dat binnen de nieuwe grondwet past, hè, na de zesde staatshervorming, voorziet dat uiteindelijk het parlement beslist. Hè. Dit gaat over volksraadplegingen. En wij zouden ook nog een stap verder willen gaan, maar op dit moment zitten we binnen de grondwet. En zijn raadplegingen, geen volksbeslissingen. Het parlement moet dan een uiteindelijke beslissing nemen. En zelfs daarvan zegt de N-VA, dit is voor ons te bedreigend, dit geeft de burger blijkbaar te veel macht, of hier gaan we misschien slecht uitkomen. We willen dat debat wel voeren, dat publiek debat wil absoluut aan. Ik wil ook eens horen van... Professor Sotio heeft trouwens nog verwezen naar sociale media, dat je daar een rol kan in spelen. Dit gaat niet alleen over de grondwet en de toekomstige eventuele grondwet van Vlaanderen. Dit gaat ook over vandaag kunnen we al, ik heb een voorstel... Over gewestmateries, mobiliteitsplannen in de stad Gent bijvoorbeeld. Ja, maar mag ik daar nu eens iets op antwoorden? Daar mag u op antwoorden. Wat is een volksraadpleging? Een volksraadpleging is een instrument dat kan gebruikt worden door de bestuurders of door de bevolking. Dat is een heel belangrijk aspect. Er zijn verschillende manieren van de bevolking betrekken bij uw beslissingen. Ik vind dat men in Gent op dit moment nog een beter instrument heeft gekozen dan een volksraadpleging. Namelijk een burgerpanel. En waarom is dat een beter instrument? Omdat dat langer in tijd gaat en omdat dat meer is dan een ja- of nee-vraag. Maar als de burger... Als de burger, en dat is enorm belangrijk, als de burger in Gent nu zegt, wij zijn het daar niet mee eens, dan heeft de burger in Gent het recht om op lokaal niveau, dat bestaat al, een volksraadpleging daarover te vragen. Dus ik heb helemaal geen probleem dat er in Gent een volksraadpleging zou zijn. Ik heb er geen enkel probleem mee. Als de burger dat vraagt, zal de burger dat krijgen. Het bestuur op dit moment gaat nog een stap verder en zegt wij gaan niet voor... de volksraadpleging, wij gaan voor de deliberatieve democratie, Er is al een burgerpanel in Gent, het heet de gemeenteraad. Dat is het verschil. U gelooft alleen in politici. Meneer Diependalen, meneer Van Bezin. We gaan het hoofdstuk Gent laten voor wat het is. We hadden het over... volksraadplegingen en de vraag of we dit bij gewestmateries nog beter moeten gaan benutten. Ik hoor de N-VA zeggen,
Liever niet. Wij zijn daar niet zo'n fan van. Wat is uw mening daarover? Wat zegt u daarover? Volmondig, ja. Als je ziet hoe dat politici ruzie maken. Een referendum komt alleen maar uit wanneer het in hun kraam past, natuurlijk. En dan vanuit politici. Ja. Ik vind persoonlijk, leiders die schrik hebben voor de mening van hun volk, zijn niet waard om leiders of politieke leiders te zijn van dat volk. En ik geloof echt wel in de burger. Ik geloof echt in een Zwitsers model. Als er voldoende handtekeningen verzameld zijn, dat daarover gestemd kan worden. En wat blijkt? De meest gekke voorstellen komen daar aan bod in referenda. En de burger toont voldoende gezond verstand om dingen weg te stemmen. En dan is er nog een kleine correctie op het einde, dat hoe dat geïmplementeerd wordt na een parlementair debat. Ik geloof daar dus 200% in. En ik vind bijvoorbeeld dat dat aspect, zoals het in Zwitserland werkt, bijvoorbeeld ingeschreven zou kunnen zijn in die Vlaamse grondwet. Ik ga meneer De Waal, want die heeft al een poosje niks meer kunnen zeggen, laten reageren. Volksraadpleging, meneer De Waal. Wel, een volksraadpleging heeft een dubbel karakter. Ofwel bindend of niet bindend. Twee, gaan we die organiseren binnen Vlaanderen of binnen België? Dat zijn twee zaken die je moet bekijken. Is het bindend, het Zwitsers model, meneer Tom van Grieken, daar ben ik een voorstander van. Dan moet je een bindend resultaat hebben en ook respecteren. Maar als je binnen het Belgisch staatsverband gaat dat organiseren, en ik refereer naar die van 50, ik ben geen royalist, de koningskwestie, heeft er een meerderheid duidelijk gesproken voor de koning zijn terugkeer. Je zult met de straatgeweld van het zuiden des lands werkelijk met 3 doden in Glaasbergleur naar de maan geschoten. Dat systeem kun je in dit land gewoon niet toepassen. Omdat de belangen en de oplossingen diametraal tegengesteld zijn. Ja, maar goed, ik ben wel voorstander van een thematische volksraadpleging binnen Vlaanderen, maar dan afdwingbaar, en het parlement hoeft daar gewoon maar nota van te nemen. Ofwel is het een advies waar je naar mee het Vlaams parlement gaat, die dan, naar gelang de politieke meerderheid of minderheid, doet wat ze wil doen. Dat is geen goed systeem, wat mij betreft niet. Nog een voordeel van die bindende referenda, dat je bijvoorbeeld het parlement krijgt dat mensen zich niet meer vinden in de regering of het beleid dat gevoerd wordt. Ik geef u één voorbeeld, ik zal het niet zo graag horen, maar verschillende peilingen wijzen uit dat 96% over een thema dat echt een heet hangijzer is, over de asielproblematiek, de bevolking, 96% vindt dat we voldoende of zelfs te veel asielzoekers opvangen. De regering doet het tegenovergestelde. Dat betekent dat deze regering veel maar 4% van de bevolking vertegenwoordigt op dat thema. Zo vertegenwoordigen ze hunzelf en de asiellobby. Op zo'n moment voelt je dat er iets schort aan democratie, zoals we dat vandaag de dag kennen. We organiseren natuurlijk wel verkiezingen om de zoveel tijd om regeringen dan af te straffen of niet af te straffen of te belonen omwille van hun gevoerde beleid. Maar ik kan er af en toe op thema's waar de bevolking echt van wakker ligt, waar zij voldoende handtekeningen voor verzamelen, laten we die procedure maar zelfs in die grondwet verankeren, laten we de bevolking dan op thema's die echt een heet hangijzer zijn, hun mening maar eens vragen. Ik vind dat echt geen enkel probleem. Ik heb geen schrik voor dat debat aan te gaan. U mag wel een poosje van de hand schudden. U wel? Het gaat niet om angst, maar meneer Van Grieken. Dan moet u ons steunen, nu, meneer Diependalen. Ja, maar vrees eerlijk gezegd, als we morgen de Vlaamse onafhankelijkheid aan de burger voorleggen, dan vrees ik eerlijk gezegd dat we Nederland gaan oplopen. U gelooft niet in uw zaak. Ik wel. De Catalanen, ik zie alleen maar aan die zijn er wel in geslaagd. De Schotten op een procentje gestrand. Aan enquêtes die gebeuren, zie ik dat de Vlaming daar nog niet van overtuigd is. En ik werk eraan om dat wel te doen. Maar dat is vandaag de dag nog niet het geval. Dus zie ik daar een risico in. Nu, los daarvan, denk ik dat het inderdaad zo is dat de burger is niet altijd in staat, en dat heeft professor Sautier trouwens ook gezegd, is niet altijd in staat om veel tijd te steken in zich goed te informeren. Trouwens, Plato heeft al gezegd, de grootste vijand van de democratie is de onverschilligheid. En niet elke burger informeert zich over de totaliteit van het probleem. Dat is toch onze taak? Het is onze taak om de burgers te informeren. Ik denk, we werken met dus laat het referendum georganiseerd worden en wij voeren de propaganda. En die moet het geheel van belangen in ogenschouw nemen. Ik ga wat ervan bezien laten reageren. Dit is een visie op democratie van de vorige eeuw, waar dat gezegd van er is te weinig informatie, de burgers zijn niet genoeg opgeleid. En dus wij zullen het wel als politici regelen. Hè, en eens om de 5 jaar moet u dan maar een stem geven. Ik denk in deze informatiesamenleving dat het veel interessanter is om in een constante feedback en discussie met de burgers uw beleid te gaan voeren. Dat is ook de input die burgers
hebben, de creativiteit die ze hebben, dat is vaak heel wel gekomen in het debat. Hè. We zitten in ons land, ook in Vlaanderen, met een particratie, met partijen die onderling afspraken maken. En die afspraken zijn onwrikbaar. En je kan daar als inwoner niet meer tussenkomen. Hè. Dus veel van die wettelijk voorziene inspraakprocedures zijn eigenlijk voor de schijn. Hè. Ik refereer naar een debat van vorige woensdag over het Saaftingen-dok. Dat moet gegraven worden in Antwerpen of zal gegraven worden. Of dat zijn toch de plannen waarvan de minister nu zegt van kijk, we botsen wat op de problemen van de wettelijkheid en op de inspraak. We hebben een klacht aan ons been en misschien krijgen we het niet gerealiseerd. Maar geen probleem, we hebben afgesproken dat het er komt. Dus op het einde van de rit doen we eventueel een nooddecreet en dan doen we toch onze zin. Dat is een manier van besturen wat de burger nog verder van de politiek afduwt. Dus ik denk juist het betrekken van de burger zorgt ervoor dat ook het vertrouwen in de overheid en in de samenleving zal toenemen. Nou, u gaat het vertrouwen in de politici in elk geval niet verhogen door hier te liggen, want mevrouw Schouwbrugge heeft daar letterlijk gezegd dat het besproken is dat we dat niet gaan doen. Dat we dat nu niet gaan doen, zolang de procedure niet afgelopen is. Nadat de procedure afgelopen is, wel. We gaan het niet hebben over het graven van het Saaftingen-dok in dit debat verder. Ik wil het hebben over samenvallende verkiezingen. Minister-president Bourgeois pleitte ervoor om gescheiden verkiezingen te houden, dus Vlaamse, federale en Europese verkiezingen niet langer op één dag, maar op verschillende momenten akkoord willen te vallen? Absoluut. Ik vind dat ieder beleidsniveau moet kunnen beoordeeld worden los van het andere niveau. Anders worden de zaken gewoon verdronken, federaal en naar de gewesten en gemeenschappen toe. Ik vind het voorstel van de MP bijzonder goed. En ik pleit ervoor dat men die verkiezingen op een aparte datum organiseert om te kunnen oordelen over het beleid dat gevoerd is. Nu kan dat niet meer. Trouwens, als je bekijkt naar de federale overheid en naar de coalitievormingen, kun je nog moeilijk een partij beoordelen op haar of hun programma's, omdat het compromis op die manier zodanig verzwakt dat niemand nog weet wie, wat, hoe en wanneer. In Vlaanderen kan dat al beter, gaat er minder partijen en kan er een blok gevormd worden en kunnen al oordelen. Naar mijn gevoel moet je nog een stuk verder gaan. Je moet afstappen van het proportionele systeem naar een meerderheidssysteem, dat je kunt duidelijke keuzes maken. In dit land kan dat niet, ook niet in Vlaanderen. Dus als je naar een meerderheidssysteem gaat, heb je duidelijke keuzes te maken en mag afrekenen. Vandaag kan dat niet. En men verzandt vandaag in een aantal spelletjes die het politieke bestel en de burgervereniging nog moeilijker maken. Stel dat we nu, dat zouden volgen, dit voorbeeld, die vraag van minister-president Bourgeois, en inderdaad naar verschillende momenten gaan, riskeren we dan niet in een soort van permanente verkiezingsstrijd te belanden? Nee, waarom ik het vraag, is omdat uw regering er prat op gaat van moeilijke besparingsbeslissingen te nemen. Zou ze dat gedurfd hebben in de wetenschap dat er binnen 2 jaar misschien verkiezingen aankomen? Ik vind het bijzonder eigenaardig, heel vreemd, dat die mensen die pleiten voor meer participatie voor de burger en meer volksraad... Ik pleit voor niks, ik stel gewoon een vraag. Even met een zin afmaken, alsjeblieft. Die daarvoor pleit, die tegelijk... Hij begint altijd mijn standpunt te verdedigen die niet eens mijn standpunt is. Tegelijkertijd... Nee, ik heb het niet... U zit toevallig recht tegenover mij. Maar nee, maar u doet zo met uw handen naar mij. Het gaat niet allemaal over u. Dat is ene kant, ene is het andere. Maar die gaan de andere kant zeggen van laat ons dat aantal verkiezingen toch zo weinig mogelijk. Want de burger is daar toch altijd door gestoord. Ik ben ervan overtuigd dat het... Nee, de burger is niet gestoord, de politicus is er voortdurend mee bezig. Ik ben ervan overtuigd dat verkiezingen een hele goede zaak zijn om je bevolking te betrekken bij je beleid. Dat je regelmatig naar de kiezer gaat vragen en inderdaad, en dat is het cruciale punt, dat je dat op die bevoegdheden doet die van u zijn. Dat je echt naar de burger gaat bij Vlaamse verkiezingen, wij willen uw mening over kinderbijslag, over onderwijs, over onderzoek en innovatie en dergelijke. En als je dan federaal, dan willen we uw mening over justitie, over politie en dergelijke zaken meer. En dat je die onderwerpen ook duidelijk scheidt. Dat is de meerwaarde van gescheiden verkiezingen. Ja, maar zou uw partij, ik ga het nog eens vragen, zou uw partij besparingsbeslissingen hebben genomen in de wetenschap dat er volgend jaar binnen 2 jaar verkiezingen aankomen? Meneer de moderator... Ik vraag het omdat dat natuurlijk beslissingen zijn die moeilijk te verkopen zijn. Dan moet u ons programma eens lezen waarmee wij naar de verkiezingen gegaan zijn. Die besparingsbeslissingen, die besparingsvoorstellen stonden daarin. Die doelstellingen stonden daarin.
Dus ja, zeg ik u zeer duidelijk, ja, we zouden dat gedaan hebben. Dat is in elk geval een duidelijk antwoord. Gescheiden verkiezingen of niet, Tom van Grieken? Absoluut. Als je gelooft dat er, als je echt gelooft in democratie, dan moet die democratie te volle ook kunnen spelen op de verschillende niveaus. Dus ik vind ook dat die regeringen, want dat kan je ook niet meer via de staatshervorming, ook niet op kunnen vallen of zo. Het Vlaams parlement is een legislatieve... Ik vind dat dat wel zou moeten kunnen. Dus ja, laat die democratie maar spelen. Dat heeft wel een kostprijs, wel meerdere verkiezingen dat je moet organiseren. Maar ik vind dat een beter alternatief. Ik vind democratie heeft een beetje een kostprijs. En ik vind dat dat een heel goed moment is om af te toetsen qua beleid. Maar misschien, als je dit zelf een voorstel mag gaan doen, ik vind dat we misschien ook, als we toch naar die Vlaamse grondwet gaan, dat we misschien moeten afstappen van het opkomstprincipe. Alleen wij in Griekenland hebben dat nog. En we stellen nu vast dat er 10-15% van de mensen al niet meer gaan stemmen. 18%. Dat is best veel. En ik denk dat is een meerderheid. En ik denk eigenlijk, als je het aan mij vraagt, dat misschien daarvoor ook burgers te weinig betrokken zijn bij politici. Politici doen geen moeite om kiezers naar dat stemhokje te krijgen. Ze moeten toch komen. En ik denk dat het nu eens heel goed zou zijn dat we een generatie politici hebben, en liefst in dat onafhankelijk Vlaanderen, dat mensen overtuigt waarom het van zo'n groot belang is dat je gaat stemmen. Ik denk dat dat een meerwaarde zou zijn voor de democratie en voor het debat. Wouter van Bezien, ook voor u dezelfde vraag. Gescheiden verkiezingen of niet? Ik heb er eigenlijk geen dogma's over. Hè. Dus in die zin, ik ben het met meneer Diependaal eens dat de democratie ook wel wat inspanning mag vragen en dat we mensen moeten hun mening vragen. Vandaar mijn pleidooi daar straks om thematische volksraadplegingen te doen. Dat zal ook willen zeggen dat mensen, als ze dat willen, naar de stembus komen. Dus ik vind het een slecht argument om te zeggen, ja, ze zouden dan dikwijls moeten komen. Wat ik mij wel altijd een beetje humoristisch vind, dan, om die termen ook maar te gebruiken, is dat de Vlaamse nationalisten, want het was Geert Bourgeois die het argument gebruikt, de Vlaamse verkiezingen worden dan een aanhangwagentje van de federale verkiezingen als die op dezelfde dag vallen. Waarom zou het niet andersom zijn? Hè? Waarom worden de federale verkiezingen geen aanhangwagentje van de Vlaamse verkiezingen? Dus dat vind ik ook een beetje een raar argument. Ik vind dat, dat er wel iets voor te zeggen valt dat samenvallende verkiezingen een beetje stabiliteit brengen in de parlementen en in de regeringen. En dat niet slecht is. Maar ik ben wel voor een constant debat met de burgers. Dus daarmee valt de democratie niet stil als je dat op eenzelfde dag... Peter Van Rompuy van CD&V stelt voor om de Vlaamse verkiezingen 10 dagen voor de federale te houden. 10 weken, denk ik, dat zijn voorstel was. Of 10 weken. In elk geval geen 2 jaar ervoor. Nee. En dan is het ook gescheiden en is iedereen blij. Nee. Maar ik weet niet of dat 2,5 maanden of hoeveel dat het ook mag zijn, of dat verschil groot genoeg is. Dat weet ik niet. Maar als ik eens mag, wat meneer Van Bezien zegt, is natuurlijk waar. Hè? En dat is iets dat mij ook ergert. Als er samen volgende verkiezingen zijn. Het zal goed komen tussen die twee. Vinden we blijkbaar al die federale bevoegdheden belangrijker dan die Vlaamse. Maar dat heeft natuurlijk veel te maken met de bevoegdheidsverdeling. Dat toont eigenlijk voornamelijk aan dat de belangrijkste bevoegdheden, hè, zoals als je kijkt naar de foto van Vlaanderen die de VRT gemaakt heeft in 2014, dan staat op 1 de pensioenen, dus nog altijd Vlaams. Op 2 staat aanpak federaal. Van criminaliteit. Federaal, excuseer. Ja, federaal. Ja. Op 2 staat aanpak van criminaliteit. Dat is nog allemaal voornamelijk federaal. Ik denk... Migratie? Migratie staat op 4. Nu op de begrotingen naast elkaar liggen natuurlijk. Jobs staat op 5. Dus al die belangrijkste thema's. Trouwens, een schoner leefmilieu daar staat pas op de 13e plaats, denk ik. Als ik het goed... Ik heb het nagekeken, ik weet het heel goed. Dus die zaken staan nog altijd, die federale thema's vinden mensen nog altijd belangrijk. Okay. Maar dat is een vaststelling die ik even goed... Tot slot, een Vlaamse grondwet kan volgens Geert Bourgeois de mogelijkheid... Mag ik een technische opmerking maken over die samenvallende verkiezingen? Nee, want we hebben maar 4 minuten meer en ik heb nog één thema. Maar het was wel heel interessant geweest. Ik geloof het gerust. Maar je hebt geen grondwetswijziging nodig om de verkiezingen terug los te koppelen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Wel een 2/3 meerderheid, dacht ik, in het Vlaams parlement. Nee, de federale regering kan gewoon vroeger stoppen. Ook. Nu, een Vlaamse grondwet kan volgens Geert Bourgeois de mogelijkheid scheppen om van 11 juli een constitutionele feestdag te maken, een vrije dag voor alle Vlamingen. Dan vraag ik mij af, wat gaan we dan doen met die Vlamingen die in Brussel bijvoorbeeld voor een gemeentebestuur werken of voor de Brusselse administratie? Krijgen die mensen dan... Het is zo'n rot argument. Het is geen argument. Meneer Diependaal, het is geen argument. Ik heb gezegd, ik vraag me af
Wat doen we met die Vlamingen die in Brussel voor een administratie werken? Ja, maar ik zelf woon tegen het taalgrens. Ik zie zelfs Wallonië liggen uit mijn slaapkamer. En ik heb dus ook mensen die bijvoorbeeld bij Baxter en lessen en dergelijke meer. Nee, dat zijn privévennootschappen. Die voor de Vlaamse, die voor de Brusselse administratie die, werken. Die bij een andere administratie werken of wat dan ook. Daar heb je datzelfde. Ja, er zijn nog altijd mensen die zelfs in het buitenland gaan werken, meneer de moderator. En dat loopt ook allemaal zeer vlot. Nee. Dat gaat ook allemaal. Dus dat zijn van die praktische problemen die echt een principieel beslissing om dit niet mogen in de weg staan. Daar ben ik het niet mee eens. U schuift het probleem nu wel heel gemakkelijk van tafel. Het is inderdaad praktisch gemaakt, maar het is ook meer fundamenteel. Een Vlaamse grondwet, voor wie geldt die? Als er in een Vlaamse grondwet rechten worden geformuleerd, gelden die voor enkel de Nederlandstaligen in Brussel? Gelden die voor alle Brusselaars? Want als er grondrechten worden geformuleerd, dan zijn die ook afdwingbaar. Dit debat alleen al toont aan dat er een structureel probleem zit, echt een knoop zit in heel die Belgische staatsstructuur. Wij hebben daar een voorstel 3 dagen over nagedacht, of veel langer zelfs, voor dat confederalisme op tafel Kijk, te leggen. Als er, als er een knoop zit, dan gaan we er ongetwijfeld op terugkomen. Heren, mag ik jullie bedanken voor jullie komst. En u, kijker, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.